kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik weer eens een kerstvideo voor jullie. En vandaag ga ik jullie allemaal leuke DIY's laten zien. Om de eettafel tijdens het kerstdiner net ietsjes leuker en specialer te maken. Voor ik echt ga beginnen met de video, wil ik jullie even allemaal bedanken. Want ik heb afgelopen weekend gewoon meer dan 250 abonnees erbij gekregen. Dus ben je nou nieuw op mijn kanaal? Hoi, welkom en wat leuk dat je geabonneerd bent. In deze video ga ik 4 verschillende kleine DIY'tjes laten zien. Ze zijn heel erg simpel, iedereen kan ze doen. En die maken het kerstdiner gewoon net ietsje specialer en lekker kerstig. Ik heb onder andere deze hele leuke mok. Ik vind het zelf echt een Olaf, maar ja, het is maar net wie je erin ziet. En daarnaast heb ik onder andere dit leuke potje met Odeur erop. Dat vind ik ook echt heel erg tof. Maar zoals ik al zei, ik heb 4 DIY's. Ben je nou benieuwd naar de andere 2, dan moet je even iets blijven kijken. Dus doe vast een duimpje omhoog en laten we snel beginnen met de video. Ik ga beginnen met het bordje. En hier begin ik eigenlijk heel simpel met gewoon de tekst Odeur op te schrijven. En probeer het gewoon groot te doen en in het midden van het bordje, zo niet. Maakt niet uit, het is een DIY, dus het kan net wel slordig zijn. Vervolgens maak ik op de O van O, lekker logisch, maak ik een gaweitje. En vervolgens zorg ik ervoor dat de letters een soort van schaduw krijgen aan de linkerkant. Vond ik het toch net een beetje wat extra's geven. Vervolgens besloot ik wat leuke stipjes te maken met groene, blauwe en rode stift. Dat kun je natuurlijk ook laten, maar ik dacht het is wel lekker kerstig en vrolijk. Wat kunnen lampjes voorstellen of kerstballen. En ja, ik vond het er gewoon heel erg leuk uitzien. En nadat je dit allemaal af hebt en gewoon helemaal tevreden bent over je ontwerp, moet je het bordje eigenlijk nog eventjes in de oven zetten op 220 graden voor zo'n half uurtje. En op die manier zal de stift goed blijven zitten, ook als je gaat afwassen. Ik weet niet of het ook echt een vaatwasser overleeft, maar gewoon met de hand rustig afwassen moet het dan goed aankunnen. Met de mok is het eigenlijk hetzelfde verhaal. Ik ga gewoon weer met watervaste stift de oogjes tekenen. Doe ik gewoon met zwarte stift. En dan vervolgens ga ik verder met het mondje. En hiervoor teken ik gewoon een paar stipjes. En ik vind het gelijk al echt een soort Olafje. Sorry, ik ben gewoon gek op Frozen. Vervolgens miste ik een oranje stift, dus ik maak het neusje met de rode stift. En dan is dit het resultaat. Vervolgens ga ik verder met een onderzetter voor bijvoorbeeld pannen. Kleine pannetjes dan wel, of je mok. En hiervoor gebruik ik allemaal knijpers. En deze haal ik zoals je ziet uit elkaar. Zodat je gewoon los de soort van plankjes van de knijpers hebt, als je het zo moet noemen. Want deze gaan we op een andere manier gebruiken dan dat ze gewoon normaal in een knijper zitten. Zoals je hier kunt zien ga ik namelijk de platte zijde van de knijpers aan elkaar lijmen. Je hebt in totaal 8 knijpers nodig, waarvan je dus 8 verschillende knijpers hebt die je verkeerd om aan elkaar plakt eigenlijk. Hopelijk dat het beeld het een beetje duidelijk maakt, want deze omschrijving is echt verschrikkelijk. Maar goed, je kunt het hier in ieder geval zien. En vervolgens ga ik aan de bolle uiteindes van de knijpers wat lijm stoppen. En ga ik deze aan elkaar plakken op de manier zoals je hier kunt zien. Uiteindelijk heb je eerst 4 knijpers die je aan elkaar doet. En vervolgens tussen die 4 knijpers in plak je weer de andere 4 knijpers. Waardoor je echt een soort stervorm krijgt. Zorg er vervolgens wel voor dat je echt goed laat drogen. En dan ga ik verder met het laatste ding. En daar heb je vilt voor nodig. En dit ga ik in de vorm van een kerstboompje eigenlijk gewoon uitknippen. En het is de bedoeling dat hierna je bestek hierin kan. Dus nadat ik het kerstboompje helemaal heb uitgeknipt, ga ik hier in het midden een klein knipje maken aan 2 kanten. Waardoor je eigenlijk een soort van foutje hebt waar je bestek tussen kan. Zorg dat het breed genoeg is. En dan is dat eigenlijk alles wat je moet doen. En dan heb je een heel leuke bestekhouder eigenlijk. Dan zijn dit eigenlijk alweer alle DIY's. Ik ben heel erg benieuwd of jullie ze gaan gebruiken of gaan namaken. Laat me dan vooral eventjes zien op social media. Vind ik onwijs leuk om te zien. Ik ben in ieder geval heel erg blij met de resultaten. En zoals je kunt zien in deze video, het zijn allemaal heel erg simpel. Dus als ik het kan doen, dan kunnen jullie het zeker. Dan waren dat alweer alle DIY's voor deze video. Hopelijk vond je ze leuk. Doe nog even een duimpje omhoog. En mocht je nou nog meer DIY's willen zien, dan kun je even op deze infokaart klikken. Daar staan de DIY's van vorig jaar. En hier zo staat mijn grote XL kerstweeractie. Voor het geval dat je nog niet meedeed. En wat was dat de video? En dan hoop ik je te zien bij de volgende keer. Doei doei!